In deze video wil ik laten zien hoe je een profielfoto rond kunt maken met transparantie eromheen, zodat je hem op elke achtergrond op internet kunt gebruiken. Dus op je website of op de social media. Dat je dus geen last hebt van de vierkantheid van een foto. We gaan dit in Photoshop doen. We hebben het al eerder in Lightroom gedaan. Er staat een linkje onder deze clip, hoe je dat in Lightroom doet. Maar daar kun je die dingen alleen maar doen voor een witte of een zwarte achtergrond. In Photoshop kun je het doen voor elke achtergrond. Is die blauw of geel of zit er, zit er een foto onder? Of tekst of dat maakt allemaal niet uit. Hij zorgt in ieder geval dat de foto rond is en alles wat buiten de foto ligt, dat, dat transparant is. Dat gaan we zien. Goed, en hoe gaan we dat doen? Nou, wezen, er zijn allerlei mogelijkheden, maar we gaan het op de simpelste manier doen die je even kan. En dat gaat als dus volgt: uh, je hebt een foto, zorg dat je hem in zijn geheel in beeld hebt. Uh, zorg ook aan de rechterkant dat je lagen ziet, het deelvenster lagen. Dat doe je via venster lagen. Dat is F7 is de sneltoets. Dat je dat ziet. En dan gaan we aan de slag. Goed, hoe gaan we beginnen? Nou, hier aan de linkerkant zie je het uh, selectiekader. Nou, klik daar rechts op en zorg dat ovaal selectiekader geselecteerd is. Je ziet hier aan de bovenkant in de eigenschappenbalk ook dat er allerlei opties zijn om die verband houden met dat selectiekader. Nou, zorg dat die opnieuw staat. Dat is het eerste blokje. Nu we dat hebben, pak de cursor of je muiscursor, je houdt de shift-toets ingedrukt en van linksbovenaf sleep je naar rechts onder een cirkel. Het feit dat het een perfecte cirkel is, komt omdat je die shift-toets ingedrukt houdt. Dat is dus makkelijk. Zo heb ik een goede cirkel gemaakt, bijna van de ene naar de andere kant, maar hij staat nog te hoog. Ga dan met je cursor in die cirkel staan en sleep hem naar beneden. Dat is omdat Nieuw geselecteerd is hierboven, daarom kun je hem verslepen. Nu je dat gedaan hebt, ja, nu moet je hier een ronde foto van maken. Je hebt al een selectie gemaakt, maar het moet nou rond worden. Met ctrl-j, of met command-j, maak je nu een ronde foto. Dat zie je in je lage paneel, zie je daar een icoontje met een, het kan bij jou wat kleiner zijn, een klein rondje erin. Maar je ziet op je scherm niks veranderen. Dat komt omdat die achtergrond er nog onder staat. Nou, die achtergrond moeten we dus kwijt. Dus klik op die achtergrond in dat lage paneel. Ja, en dan zie je rechtsonder onderin zien prullenmandje. Klik erop, pats, achtergrond weg. Nou, dit is prima zo. Het enige wat we natuurlijk zien, ja, er zit nog een heleboel van die, van die blokjes omheen. Dat, is, dat is zijn transparante pixels, om het maar eens zo te noemen. Die moeten we kwijt. Hoe doen we dat? Dan gaan we naar afbeelding. Dan zeggen we verkleinen. En in dat dialoogvenster zie je transparante pixels, die moet je weggooien tot het, tot het een rechthoek wordt, hè, een vierkant in dit geval. Ik zeg oké, okay, en dan doet hij dan netjes voor je en heb je deze foto. Nou, wat ik adviseer is wanneer je dit gedaan hebt, onafhankelijk van de grootte van de foto, dat je die opslaat als bestand, opslaan als en dan staat er PSD bestand. Dan kun je hem later, dan behoud je die lagen, dan behoud je de transparantie, allerlei andere dingen die je gedaan hebt, die kun je ook nog bewaren. Dus slaat op als PSD. Maar als PSD bestand kun je het niet gebruiken op internet. Op internet moet je het gebruiken als PNG bestand. Bovendien moet je hem verkleinen. Want het wordt, de pixels worden één op één weergegeven. En een profielfoto is qua grootte, ongeveer tussen de 200 en 500 pixels groot. In dit geval weet ik dat ik hem op een website ga plaatsen waar ik ruimte heb voor 350 pixels. Dus wat doe ik? Ik doe ctrl alt I of command alt I. Dat is afbeeldingsgrootte. Ik zet hem op pixels en ik tik daarin. 350. Ik zorg dat die bicubisch overvloeit. Dat is de meest ja natuurlijke manier van verkleinen. Je kunt hem ook scherper zetten, maar dan krijg je dus heel scherpe portretjes. Dat wil je niet. Ja, dus zeg je op bicubus vloeiend verlopen. Zeg je oké. Okay. En dan wordt die foto kleiner. Goed. Wat je nu moet doen is bestand opslaan als. Dan sla je hem niet op als PSD, want dat kun je dus slecht gebruiken op internet. Maar nu kun je kiezen voor PNG. Dus je hebt hem opgeslagen als PNG. Goed. Op dat PNG-bestand kun je op internet gebruiken, kun je uploaden, allemaal van dat soort dingen. Ik laat het even zien hoe, je, hoe dat, dat er dan uit gaat zien. Ik zet even die, die foto naast een, een, web, een website, waar of tenminste een soort van layout van website, want dit gebeurt natuurlijk allemaal in Photoshop, maar je, ziet, je krijgt even het idee te zien. En wanneer je dat geüpload hebt. Ik zal het nu slepen. Dan, dan zet je hem netjes in het kadertje wat ervoor geschikt is. Ja, nu zeg je: ja, hé, hey, dit, dit is al een witte achtergrond. Dus of er nou wit of zwart omheen zit, dat maakt niet uit. Maar kijk, je ziet waar ik dat ding ook wegzet. Hè. Het is nu transparant rondom de foto. En of ik hem nu hier zet, ja, zo. Of ik zeg: nou, ik maak er nog een kopietje van en ik zet hem boven een zwarte achtergrond. Je ziet waar ik hem hier ook zet. Ja, het is transparant. Dus op die manier. Maak je een portretfoto rond en zorg je dat de pixels die er omheen liggen, want we gaan even terug naar het origineel. Zet ik hem even op 100%. Zorg je dat de pixels er rondom transparant blijven. Sla hem op als PSD. Om je origineel te houden, verklein hem en sla dat op als PNG en die kun je dan op allerlei websites of op de social media gebruiken. Tot zover.